Henk de Velde, bekende kampenaar, IJsselmuidenaar, ja, zeezeiler, schilder, filosoof en boekschrijver. Ja, nou ja, ik heb nooit gezegd ik ben een schilder of een schrijver, ik ben een zeezeiler of ik ben een zeeman. Maar met al mijn boeken ben ik toch ook wel een schrijver geworden. Ja, al sinds je 15e, op je 15e ben je als lichtmatroos begonnen. Ja. Op je 19e heb je de stuurmansopleiding afgemaakt. Ja. Nou, je hebt geloof ik 6 wereldreizen gemaakt. Klopt. En je hebt een heleboel meegemaakt. Ja, ik heb voor andere mensen heb ik een hoop meegemaakt. Dat heb ik ook hoor. Maar in diezelfde tijd hebben anderen weer andere dingen meegemaakt. Ja, dat klopt. Maar goed, je gaat de zee op. Als ik goed nadenk achteraf. Dan denk ik hoe ik het overleefd. Ja. Zou je het anders gedaan hebben? Nee, dat is de vraag. Ik zou het zo weer overdoen. Met de ups en downs. Ik heb mijn jongensdroom gevolgd. Het was mijn jongensdroom en dat heb ik gedaan. Ja, want je hebt niet alleen ups en downs gehad. Maar je zoon is op Paaseiland geboren. Wie kan dat zeggen? Nou, daarom. Wie kan dat zeggen? Ja, hij kon vandaag niet komen, want hij kon een klus binnenpraten. Is ook belangrijk, hè, zijn werk. Maar ja, Steven op Paaseiland geboren. Maar ook dus, ik ben lang alleen geweest soms. Dus 5 maanden, 147 dagen. Maar toch, onderweg, die landen die ik wel heb aangedaan, die paar mensen die je ontmoet, maken zo'n reismissie wel heel belangrijk. Ja, je hebt heel veel vrienden, denk ik, ook gemaakt in den landen. Ja, maar ook vrienden die je nooit meer zult zien. Die rustpunt geweest. En niet omdat je een zoon krijgt, maar wie kan zeggen dat je een zoon hebt die op Paaseiland is geboren. Hij is trouwens nog steeds de enige buitenlander van buitenlandse ouders die op Paaseiland is geboren. En ze kennen dat het verhaal van Jacob Roggeveen, want die heeft dat eiland ontdekt 300 jaar geleden. En hij was weer de eerste Nederlander. Nou, dat is toch leuk om mee te maken. Ja, goed, maar je zit daar maanden op zee. Ik denk dat je jezelf heel goed leert kennen. Dat zeg ik ook. Maar dat denk je dan ook van jezelf. Want dan kom je weer aan de wal en dan zijn er toch wel dingen. Ik ben een slechte luisteraar naar anderen. Weet je wel, 1000 adviseurs. Maar aan die ene die me wat vertelt dat je toch iets anders moet doen. Of iets beter kunt doen. Als dat in mijn hoofd blijft hangen, luister ik toch. Maar je leert jezelf kennen, absoluut. Ja, want ik denk dat het voor mensen heel moeilijk voor te stellen is. Als je daar helemaal alleen en om je heen, mijlenver, alleen maar zee ziet, niks anders. En als je je dan niet lekker voelt of iets, dan moet je moet er wel doorheen. Ja, ik heb 5 maanden op zee gezeten, 147 dagen, 1 keer land gezien. Ik heb mijn sleutelbeen daar gebroken gehad op zee. En zelf is dat geheeld. Dan kwam je 2 maanden later, kwam je wel, laat je dat nakijken. Dan zei die dokter, nou, het is een raar bultje, maar het zit weer aan elkaar vast. Ja, je moet er doorheen. Ja, en je hebt ook 2 keer geprobeerd het wereldrecord te verbreken. Ja. De ene keer het record stond op 150 dagen. Je maakt het 158 van. Ja. En de tweede keer 110 en 119. Maar ja goed, dat is toch weer een... Ja, maar dat zijn de dingen. Je wordt opgewacht door mensen die je altijd gevolgd hebben. Je staat nummer 7 op een bepaalde wereldlangreis, snelste rond de wereld. Als ik nu in november weer naar Frankrijk ga, omdat daar een meeting is, dan ontmoet ik een aantal ex-collega's, zoals Dirk Nauta en zo, die dat ook hebben gedaan. Ja, ik ben dicht bij het wereldrecord geweest, maar het belangrijkste was toch wel de reis. Ja, je hebt het over Dirk Nauta, die was hier net. Je hebt je eerste boek overhandigd. Hij heeft altijd meegedaan aan races, de World Red Race en alles. Hij had mensen aan boord, aan het schip. Jij was alleen. Ja. Zou je willen ruilen met hem? Nee, en hij niet met mij. Ik ben altijd niet een solo-ganger. Ik heb altijd iets gehad met die solo-zeilers. Terwijl ik denk ik ook een goede kapitein was op grote schepen. Moet je ook een leider zijn. Als kapitein, maar ik ben echt die lange afstand solozeiler geworden in mijn hart ook. Ik had niet met hem willen ruilen. Er is me ooit eens gevraagd om, toen was de witbret er nog, om een witbret 10 te leiden. Toen heb ik gezegd, nee, ik ben al bezig met een andere sponsor om weer alleen te gaan. Ja, want je hebt er net ook, je zei al, er is 1 keer een bemanningslid van je verdronken. Dus dat zijn ook de minder mooie dingen. Juist, de Rutger is verdronken, vergeet je nooit weer. Nee, dat kan me voorstellen. Nou goed, om even terug te komen op het boek. Je hebt al 15 boeken geschreven. Ja. En ik begreep uit het verhaal dat dit eigenlijk een combinatie is van alle boeken in één. Kan ik dat zo zien? Ja, het zijn alle... Ja, en toch op zo'n manier dat ik denk dat... er zullen mensen zeggen, ik mis wat, want je moet kiezen. Op zo'n manier dat je er als een jongensboek doorheen
leest. Met de filosofische gedachten ertussendoor. Goed, nou, ik zou zeggen, ja, een mooi boek, De Zee, Mijn Leven. En nou ja, goed, we wensen je heel veel succes. En komt er nog een vervolg? Ga je weer opnieuw schrijven? Want ik kan me voorstellen, je hebt er al 15 geschreven. Ik ga nog eens een keer, ik ben nog met een boek bezig. Een totaal ander boekje. Maar ook over het zelfgekozen eenzaamheid. Daar ben ik mee bezig, iets aan schrijven. Want ik bedoel, het is toch wel zelf kiezen. Om 5 maanden alleen, wie kiest daarvoor? Ik heb het gedaan, maar je bent 24 uur bezig, je bent bezig met je droom en ik heb het geflikt. Ja, want het is de laatste reis die je had, de Never Ending Voyage, en daar ben je nog steeds mee bezig. Ja, maar goed, dat is filosofisch gedacht, ben ik daar nog mee bezig. Kijk, die reis die heeft 4 jaar geduurd, ik ben teruggekomen, nee. Ben je terug? Nee, je bent niet terug. Goed, de Never Ending Voyage. Dan eindigen we daarmee. Dankjewel voor het gesprek. Oké, dankjewel.